voor het Rijk der Geesten. Der Reich, das Reich der Geister. Für körperliche Erfahrungen. Für den innerlichen Mensch, sag mal. Het is niet altijd wat het lijkt, niet wat je wil. De werkelijkheid is ook wat ontsnapt aan je intenties. Ook. Dus ook nog meer dan dat. Tentoonstelling hier in de zaak. Ik wil allereerst jullie hartelijk bedanken voor de geweldige kans die je mij gaf door mij uit te nodigen om als filosoof mee te gaan bij deze editie van Grenswerk in Driftkamp. Ze hebben me uitgenodigd omdat ik als filosoof wellicht een theoretische kunsthistorische, kunstbeschouwelijke lading aan het project zou kunnen geven. Die kans heb ik aangegeven om op zoek te gaan naar wat ik dan noem het bewustzijn van de kunstenaar. Een onderwerp dat mij als filosoof altijd geïnteresseerd heeft. Maar elke filosoof dient zich dan ook af te vragen welke begrepen hanteer ik eigenlijk. Waar heb ik het vreedzaam over als ik het heb over het bewustzijn van de kunstenaar? Het is niet alsof het bewustzijn op zichzelf altijd maar gevraagd is dat ze daar enig hanteerbaar begrip over hebben. Dus laat staan, heb je bewustzijn van een kunstenaar. Want als we het hebben over het bewustzijn van een kunstenaar, dan gebruiken we twee moeilijk te definiëren begrippen. Graag wil ik u wat vertellen over mijn werk in de periode van de 2 weken dat wij in Tripka overbleven. En wat ik daar wel gedaan heb. Met 8 aanwezige kunstenaars heb ik onder andere gesprekken gevoerd over hun manier van werken. In de hoop zoiets meer te weten te komen over datgene wat hun werk. Want mijn vermoeden was dat het bewustzijn daar een zeer grote rol in heeft. In deze gesprekken vond ik steeds een interessante mix tussen verschillende manieren van kijken. Kijken naar de wereld. Deze gesprekken confronteerden mij ook met mijn eigen opvattingen over zowel de wereld als het bewustzijn. Meerdere malen betrapte ik mezelf op een aantal.
voordeling die ik had met betrekking tot eerder genoemde begrip. Enerzijds ervoer ik dat zeer inspirerend en fascinerend. Anderzijds had ik ook het gevoel dat mijn filosofische werk er enigszins onder leed. En geheel tevreden over de uitslag was ik dan in eerste instantie ook niet. Mijn begrip over datgene wat de kunstenaar bijzonder of uniek maakt, was nog steeds niet duidelijker geworden. En men kan zich dan ook afvragen of ik niet op een verkeerd spoor zat. Oppervlakkig zou je kunnen afvragen, moeten we eigenlijk wel proberen kunst te willen begrijpen? Of de kunstenaar te willen begrijpen? Maar ja, anderzijds, je kunt ook niks doen. Maar inderdaad, niks is ook iets. Niks doen is ook een keuze. Dat sluit aan bij een van de moderne opvattingen over wat het bewustzijn inhoudt. Waarin het begrip intentionaliteit een kernbegrip vormt. Met andere woorden, dat ons begrip en ons bewustzijn van de wereld mede bepaald wordt door onze intentionele verhouding met die werkelijkheid. Deze worsteling houdt niet alleen filosofen van in de oudheid tot op de dag van vandaag bezig, maar is uiteraard ook een worsteling waar ik mijzelf mee geconfronteerd voel. Eigenlijk is de enige fatsoenlijke conclusie die ik op dit moment kan trekken, dat ik nog steeds niet echt goed weet waar ik het over heb. Daaruit zou mij een conclusie kunnen afleiden dat het onderzoek nog verder voortgezet dient te worden. Daarbij is het vooral belangrijk dat ik heb geleerd mijn vooroordelen te onderzoeken en te proberen los te laten. En ik geef toe, ik vind dat zelf ook een beetje makkelijk klinken. Desondanks denk ik dat het beste is als ik doorga met het voeren van gesprekken met kunstenaars en het onderzoeken van verschillende opvattingen over wat het bewustzijn in zou kunnen houden. Of anders gezegd, het onderzoeken van de vraag, waar spreken wij over als wij het hebben over het bewustzijn? Voor nu heb ik toch sterk het vermoeden dat ik het beste kan kiezen. Dat ik er het beste voor kan kiezen mijzelf te onthouden van niet zozeer van commentaar, maar van het maken van een oordeel. En vooral het onderzoek voort te zetten.
Voordat ik deze korte, dit korte onderhoud afsluit, wil ik graag nog een korte tekst met u delen. Voordat we overgaan tot het einde van deze performance, waarbij ik graag in contact met u allen zou willen treden. Een van de vooroordelen die ik had met betrekking tot het bewustzijn van de kunstenaar, heb ik als volgt geformuleerd. Eigenlijk ben ik steeds op zoek naar het wonder tussen de verklaringen. Kijk, de werkelijkheid helpt, stelt ons in staat. Wonderen vinden plaats in de werkelijkheid. Dus niet tussen twee werelden. Het wonder is niet onwerkelijk. De werkelijkheid is groter dan wij vermoeden. Het wonder is eigenlijk helemaal niet bijzonder. En het bijzondere is eigenlijk niets wonderlijks. Het normale en het bijzondere zijn gelijkwaardig. Vooralsnog blijf ik mij richten op mijn onderzoek en zal ik de verleiding om tussentijdse conclusies te trekken proberen te bedwingen. Daarvoor put ik enige, nou ja, kracht, zo u wilt, uit de beroemde woorden van mijn favoriete filosoof Wittgenstein. Graag zou ik deze woorden met u delen. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. En nu met z'n allen. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Darüber muss man schweigen. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Ja, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.